Vloer. Het is één van de grootste sportevenementen ooit in Nederland. En Gelderland is het bruisende middelpunt. Alle 24 buitenlandse teams verblijven in Gelderse gemeenten en talloze vrijwilligers staan voor ze klaar. Het WK Volleybal 2022. Werelds is het, ja. Is denk ik een van de mooiste dingen die ik op werkgebied ooit gedaan heb. Alles lekker, dan gasten. Lekker. Ja, met heel de band kunnen we echt een full band version daarvan doen. We stemmen de laatste dingen even af. De stadiondeuren zijn open. Voor de vroege vogels, jullie treffen de binnenkomst van het Nederlands dames volleybalteam. Zij gaan zich opwarmen op het veld en wij gaan jullie op de tribunes opwarmen hier vanaf het podium. Ik ben hier de presentator en ik zorg voor de officiële wedstrijdaankondigingen. En wat er in de afgelopen jaren omheen is gebouwd, is eigenlijk dat we proberen wat sfeer te maken. Bekend gezicht bij Oranje is de nummer 4, Celeste Plak. Op het veld heb je niet heel veel last en het zijn wel allemaal profs. Dus ze krijgen wel natuurlijk de sfeer mee en de chemie. Maar ik denk dat de meesten wel genoeg focus kunnen opbrengen om hier te komen voor waar zij hier voor zijn. En eigenlijk al 13 jaar lang bij de Volleybalbond. En dat is begonnen met de kleine dingen, met de Supercup, een bekerfinale. Blokje uit, Nina Dalderol! De grootste wat we hebben gedaan was het EK in 2015. Dat was toen mega indrukwekkend, maar dit gaat het denk ik overtreffen. Ultimate Sportsband en Diggy Dex! En we delen het podium met een liveband. Ja, dit is nog niet eerder vertoond volgens mij, waar dan ook. En mensen zijn stom verbaasd. Ik heb dit in Nederland op deze manier nog nooit zo gezien. Nee, dit is uniek. Ik verbeeld mezelf niks in dat ik sportief gezien een bijdrage kan leveren. Al beroemde speelsters of spelers dat wel eens. Hè, dat je dan het publiek laat juichen, wat laat doen. Dat geeft ons wel een boost. Nou ja, dat is het mooie wat we bij kunnen dragen. Dus laten we eens proberen met... Tegen België was niet ingecalculeerd. Het zijn vaak wedstrijden die een beetje gelijk opgaan. En deze keer waren de Belgen net wat sterker. Maar misschien valt er ook wel wat af nu van onze meiden. Die staan natuurlijk ook voor het eerst met 8000 man op de tribune. Daar zijn ze nu aan gewend. Nou, morgen spelen we tegen Italië. En dat is natuurlijk echt een hele belangrijke pot. Italië is de regerend Europese kampioen. Is toch echt een van de absolute favorieten voor de titel. Tot nu toe zijn ze niet echt overtuigend. Dus dat biedt misschien wat kansen voor ons. Als Nevobo hebben we 12 jaar geleden besloten dat we de tijd tussen de rallies in gaan vullen met entertainment. En eigenlijk heeft dat ertoe geleid dat we veel meer publiek trekken, dat we veel meer sfeer hebben in de zaal. Het is niet dat iedereen per se altijd even enthousiast is. Af en toe moet je opletten op een wat enthousiaste DJ die de muziek te hard zet. Toen ik nog op topniveau speelde was er eigenlijk in eerste instantie helemaal geen entertainment. Bij volleybal in de zaal bestond dat niet. Dat is eigenlijk een beetje overgekomen uit het beachvolleybal. Maar alles bij elkaar heeft dat onze evenementen echt wel een stuk mooier gemaakt. Ja, voetbal is wel een van de weinige sporten, denk ik, dat echt heel erg intens gebeurt. Dus de hele tijd dat aanraken, ja. Of high fives, of knuffelen zelf. Dus ik denk wel dat het misschien raar overkomt als je dat dus niet gewend bent. Maar het valt natuurlijk ook extra op, want ja, bij voetbal juich je ook heel erg bij een goal. Maar ja, dat zijn er natuurlijk 2 of 3 in een wedstrijd. Ja, hier bij maak ons je... maken we wel 100 punten. Maar ja, we komen ook bij elkaar als we geen punt hebben. Ja, klopt. Het hoort gewoon er echt bij dat je na elk punt met je team bij elkaar komt. Dat is ook wel goed voor het teamgevoel. Je hebt iedereen echt nodig bij elk punt. Dus het is ook wel echt wat iedereen probeert om heel veel energie aan het spel te geven. En echt elkaar op te peppen als het dus goed gaat, maar ook als het minder goed gaat. Soms als je bijvoorbeeld heel slecht aan een wedstrijd begint, maar je krijgt wel heel veel energie van het team en je geeft zelf ook energie. Ook al voel je misschien niet helemaal goed in een wedstrijd, kan je het ook echt beter gaan lopen. Omdat je dan dus steeds meer vertrouwen krijgt en steeds meer dat teamgevoel. Misschien ben je die dag wat minder, maar je moet gewoon even dan maar het enthousiasme, zeg maar. Dat kan je altijd geven, hoe goed of slecht je ook speelt, zeg maar.
ik ben het ook nu zo gewend. Het voelt zeg maar voor mij raarder als we allemaal weer naar ons plekje zouden lopen en helemaal niet bij elkaar zouden komen. Ja. Dus ik denk, maar ik snap wel als je voor het eerst zo volleybal kijkt, dat je denkt, nou, wat overdreven of wat doen zij elke keer. Ja. Ja, ik hoor dat in mijn omgeving heel vaak dat er eigenlijk een soort bijna uitgelachen wordt van, oh ja, jullie gaan altijd van die dansjes doen en bij elk punt vieren en allemaal van die liedjes zingen. Het hoort ook echt bij volleybal. Nou, goedemorgen. Op eigenlijk niet zo'n mooie goedemorgen. Echt enorm wakker geworden met een kater na gisteravond. Echt enorm balen. We hadden echt wel een andere verwachting en op een andere uitslag gehoopt natuurlijk. Maar ik denk dat wij ook wel op een aantal punten best wel wat hebben laten liggen. Eén ding waar het niet aan gelegen heeft is de sfeer in de hal, want die was echt geweldig. Was echt genieten. Ja, met vlagen konden we die energie ook echt wel overnemen. Ook hoe het leeft bij familie en bij vrienden, het is zo leuk om te merken. Ik krijg zoveel filmpjes en dingetjes binnen. Maak je dan die aan? Doe die aan? Ja, hetzelfde net als Meertje. Oh. Nou, ze zeggen altijd kampioen word je in bed. Ik word de kampioen met deze aap. mijn maatje. Maar vandaag is zo'n dag dat we vooral heel veel uitrusten, veel in bed liggen en proberen een beetje bij te trekken. En dan vol energie tegen Italië, dan daar maar weer stunten. Gaan we zwaaien meer toe. Succes! Lekker jellen als je scoort hem. Ja, Het is een volleybaltoernooi waarbij G-sporters tegen elkaar spelen en waarbij de G-sporters eigenlijk begeleid worden door dames van Dynamo Dames 1. Het is de enige sport die ik ook echt leuk vind en ook echt super goed kan. Ja, het geeft de sporters ontzettend veel plezier. Ik heb een team met 3 meiden, inclusief ikzelf, en 1 jongen. En ze hebben allemaal hun eigen dingen. Ze hebben allemaal hun eigen beperkingen. Ons team heet Volleybal voor Al. Als je ziet hoeveel plezier ze hier uithalen, de sociale interactie met anderen, maar ook het fysieke, het kunnen sporten, brengt hun heel veel meer dan puur alleen het volleyballen. Er zijn nog maar 10 clubs in Nederland die hier nu iets mee doen. En we zijn hier eigenlijk net mee begonnen, maar het is heel erg mooi om nu al te kijken welke initiatieven hier zijn ontstaan, hoe clubs hier al mee bezig zijn. En om te kijken hoe wij dat meer kunnen stimuleren en kunnen ondersteunen. Ik vind het wel leuk met volleybal. Heel leuk, het is een sportieve wedstrijd en het gaat eigenlijk om de plezier, niet om of je wint of verliest. Ik roet actie en ik roet mijn bal wegslaan. Nou ja, je ziet hoeveel plezier ze hebben, dus dat is hartstikke leuk om te zien. En sommigen zijn echt bloedfanatiek. Het is echt leuk. 3-3, lekker, goed zo! Het is superleuk. Als ik volleybal, dan voel ik me echt gewoon vrolijk en blij. Ja, het is voor mij echt een superleuke sport. Het is ook de enige sport die ik eigenlijk wil doen. I'm going to give you the ball, okay? Ik heb gevolleybald met het Kenya-team en het was heel leuk. We gingen je helpen en je mocht heel hard slaan. Of course I liked it. It's a good experience meeting with kids to show them how they can play, how they will like volleyball to be the future players. Heel goed waren ze. Ze konden heel hard slaan en ze konden heel goed helpen. Wat team van Mission? Wat team van Mission?